Staalpluimbuurt zijn wij, even zien, drie jaar geleden ongeveer mee gestart. Daarvoor was al heel veel gebeurd. We hebben eigenlijk 3 jaar geleden gezegd van ja, er moet gewoon een plan komen. En dat plan moet anders ten stand komen dan andere plannen. En waarom? We hadden een enorm probleem met herhuisvesting. We hadden een enorm probleem met het betrekken van mensen. En we hadden nieuwe afspraken gemaakt, of we hebben nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente over de verantwoordelijkheden die corporaties nemen en die het stadsdeel neemt. En daarmee waren corporaties veel meer in het voortouw. En dan zie je achter, zie je het Hartstaalmanplein. Dit zijn deze gebouwen. Dat is een heel multifunctioneel complex met een school, een kinderdagverblijf, een moskee, buurtontmoetingsruimte, sociale huurwoningen, koop- en vrije sector huurwoningen. Voor het Staalmanpleinbuurt hebben we toen gezegd van ja, er zijn een aantal dingen heel erg belangrijk. Natuurlijk de herhuisvesting, maar met name het perspectief geven aan huur. Dus van goh, wat wordt je volgende stap in je wooncarrière? En dus hebben we ook benoemd dat we eigenlijk alle mensen die in die buurt wonen en die het ook beter krijgen in die buurt willen houden. Ook tijdens de vernieuwing. We moeten zorgen voor een woonmilieu. Dus we moeten zorgen voor een verzameling woningen die goed op elkaar afgestemd is, maar waar ook mensen een wooncarrière in kunnen maken. En we moeten zorgen door middel van participatie dat mensen hun eigen keuze kunnen maken. Dat hebben we bij elkaar genomen. Uiteindelijk is daar het plan samen gaan we het maken uitgekomen voor de Staal en Pleinbuurt. En wat hebben we toen gedaan? We hebben een participatieplan opgetuigd, samen met een aantal externen natuurlijk, maar waarin bewoners aan het eind van de rit een keuze hebben kunnen maken. En uiteindelijk heeft 94% gestemd, en dat is heel erg hoog, en 72% voor het plan gestemd. Dat hebben we echt in ons zak. Het legitimeert een heleboel, maar het allermooiste is dat 94% van de mensen de moeite heeft genomen überhaupt te stemmen. Dus 94% van de mensen voelt zich betrokken. Dus ja, dat is een hele goede basis voor een goede toekomst. Dat is natuurlijk wel meer discutabel punt. Dus de moskee. Die heeft niet zoveel. Dat komt niet vanuit samen gaan met maken. Maar daar heeft de Alliantie wel het lef gehad om te luisteren naar een substantieel aantal bewoners van Nieuw-West. En waar 7 jaar geleden alweer gezegd werd, jongens, er is een tekort aan gebedsplaatsen en wij willen voor het culturele element, maar met name ook voor het emancipatie element, een gebedsruimte hebben, gebedsplaatsen hebben voor moslims. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio.